President Desi Bouterse heeft afgelopen zondag de massa-aanhangers van zijn partij bedankt voor hun warm onthaal te Sanderij. De massa toog naar de internationale luchthaven om steun te betuigen aan hun voorzitter en, zoals zij hem noemden, hun volkspresident. De achterban gaf hiermee aan niet eens te zijn met het vonnis dat vrijdag is geveld voor de moord op 15 Surinamers op 8 december 1982. Bouterse heeft een celstraf van 20 jaren opgelegd gekregen. De NDP-voorzitter, tevens president, stelde de massa gerust. Volgens hem worden er politieke spelletjes in Suriname gespeeld, vooral omdat de verkiezingen voor de deur staan. Hij laat zich echter niet ontmoedigen en wacht op de uitspraak in hoger beroep. We begrijpen dat we maar in de fire. En we doen ook niet dat de mijn lap is, Juno. Het proces de gaande is, Tamara, ik denk Tamara Sebiuru, dan de begin en de man de Afkati, dan de toppers van partij, dan de na-toppers, de Kona Makandra. We stippen een route uit, we begrijpen, we gaan het toch niet zo so van ja, van ja. Je begrijpt toch? Asana, echt in Oso, en in Bereto, in Beretori. En zo'n strategie. Zo'n strategie. Je begrijpt dat een heersaan die zich op te maken na 25 mei. Dat was op te maken na 25 mei. Maar even een lukboom. Een heersaan op ons in defensie. Tijdens de persconferentie herhaalde Bouterse tegenover journalisten dat er politieke spelletjes worden gespeeld door de rechterlijke macht, terwijl er veel werk te doen valt. Ook zei hij te wachten op de verrichtingen van zijn advocaat Erwin Kanhai. Normaal praat je weinig over dit soort zaken, zeker wanneer ze bij de rechter zijn. Dus ik moet alleen maar volgen wat het advocatenteam zegt en... Verwoord door de heer Kanhai, dus je zult alle geduld moeten hebben. Ten aanzien van de 29, ja, het is zo, dat politiek spel wordt zo openlijk gespeeld, dus het was heel makkelijk om te volgen wat er allemaal zou komen. En nogthans dacht je van ja, hoe slim kunnen mensen zijn. Laten we gewoon de andere kant uit. Laten we gewoon rustig wachten tot het zover is. Maar het gaat natuurlijk allemaal op 25 mei, daar gaat het om. President Desiree Bouterse afgelopen zondag na zijn aankomst uit China.